Hoi, ik ben Giel van Downtown.nl en dit is de Ronix Atmos. Vanmorgen hier getest op de Berendonk tijdens de Ronix testdag. Nieuw board in de Ronix collectie van de Peacock Brothers. Niet onbekend. En ze hebben eigenlijk een vrij vlakke flex door het hele board. Je kan het van onderen met een doorzichtige base goed zien. Over de hele lijn hebben ze een soort spine zitten. Die zorgt ervoor dat je in de lengte gewoon vrij veel flex behoudt. En die latjes, het laminaat wat naar buiten ligt, zorgt dat je snel van kant kan wisselen. Geen heel stijf board. Ietsje stijver tussen de bindingen en de nose en tail. Dat je hem ook nog lekker kan pressen. Heeft een heel licht channeltje langs de zijkant lopen om lekker aan te snijden. Echt een allrounder. Gewoon waar je alles mee kan varen. Waar je airtricks mee kan gooien. Niet zo stijf dat je er geen obstakels mee kan rijden. Ook niet zo slap dat je hem vanzelf buigt als je je been optrekt. Eigenlijk vond ik hem heel leuk om op sliders te rijden. Makkelijk te landen, omdat hij gewoon lekker vlak is op een heel licht channeltje na. Goeie allrounder voor iedereen die alles in een kabelpark wil rijden. Dit is de Ronix Atmos. Wil je er meer over weten? Kom dan langs in de winkel in Den Bosch of check downtown.nl.